SZF schaft eigen bijdrage bij apotheken af. Politiekorpsen Caribisch gebied moeten gezamenlijk misdaad bestrijden. En Dominicaanse president Medinaaf stevend af op verkiezingsoverwinning. Goedenavond, dames en heren. Het journaal van de STVS op maandag 16 mei. De Stichting Staatsziekenfonds, SZF, heeft besloten om vanaf vandaag de eigen bijdrage die cliënten bij de apotheek moesten betalen, te laten vervallen. Dit doet zij in verband met haar 35-jarig bestaan. Jolanda Pronk, hoofd juridische dienst, zegt dat de organisatie hierover goed heeft nagedacht en uiteindelijk in overleg met de apothekers heeft besloten om de eigen bijdrage af te schaffen. Ik moet zeggen dat heeft tot op zekere hoogte gewerkt. Echter hebben we de afgelopen 2 jaren er vaker tegenaan gekeken van hoe verder om te gaan, hè? Met de eigen bijdrage. Omdat je ook wel merkt dat mensen vragen stellen van kijk, als ik heb een medicament nodig, dus ik ga het niet voor de fun halen. Ik ga het echt afhalen omdat ik het nodig heb. En we hebben, want men moet niet de indruk krijgen van die eigen bijdrage is weg, dus ik ga minder krijgen. Nee, dat niet. We hebben goede gesprekken ook gehad met de apotheken en het overlegorgaan, hè, waarin de apotheken vertegenwoordigd zijn. En ook zij hebben aangegeven dat ze er positief tegenover staan. Dat die eigen bijdrage wordt afgeschaft. Maar het is gestrest, dezelfde kwaliteit en de wijze hoe de mensen aan hun geneesmiddelen komen, op dezelfde wijze moet het doorgaan. Dus niemand hoeft zich zorgen te maken van mijn eigen bijdrage valt weg, dus ik ga het ergens merken dat ik of minder kreeg of een mindere kwaliteit. Pronk benadrukt wel dat dezelfde kwaliteit gehandhaafd blijft. Zij zegt verder dat de samenleving niet hoeft te vrezen dat SZF in de medicamentenvoorziening zal snijden. Deze service moet volgens haar gezien worden als een verlichtende maatregel om de cliënten tegemoet te komen in deze moeilijke financiële periode. Als we ook nog in acht nemen de financiële situatie van het land, waarbij de mensen toch wel aankijken op allerlei fronten tegen verhoogde prijzen, tarieven, etc. Hebben we gemeend om voor de verzekerden zelf om iets voor ze terug te doen, zodat ze enige mate van verlichting hebben. En dan ga je denken, 2 SRD, 50 cent. Nou, het tikt aan. Want ga je 5 medicamenten afhalen, hè, dan is het 10 SRD, 5 × 2. Dus het tikt wel ergens aan. En wij denken dat we de mensen misschien weliswaar niet op grote schaal, maar dat we toch ook wel hebben meegewerkt om een zekere vorm van tegemoetkoming te geven aan de verzekerden. En aan de andere kant ook om de service te verhogen, hè, dat onze verzekerden zonder eigen bijdrage, hè, je kan het bijna noemen een natura-voorziening, je gaat en je krijgt het. En dan ook indachtig ons 35-jarig bestaan. We zeggen van kijk, als we al die jaren de eigen bijdrage hebben gevraagd, dan moeten wij er zodanig mee omgaan dat we het nu zonder die eigen bijdrage, die voorziening, kunnen verstrekken. Maar met dezelfde kwaliteit en op dezelfde wijze. Deze service geldt volgens Jolanda Pronk voor alle 140.000 verzekerden die aangesloten zijn bij het Staatsziekenfonds. Minister Jennifer van Dijk-Silos kijkt uit naar betere beveiliging en controle op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Dit omdat de controle te wensen overlaat, waardoor misdadigers uit het buitenland makkelijk ons land kunnen binnenkomen. Zij vindt het daarom belangrijk dat de politiekorpsen van het Caribisch gebied gaan voor een gezamenlijke bestrijding van misdaad, internationale drugshandel, trafficking en cybercrime. De bewindsvrouw haalde dit vanmorgen aan bij de opening van de 31ste Annual General Meeting and Conference of Caribbean Commissioners of Police.
daarvoor is nodig dat je inderdaad als CARICOM één land wordt voor deze misdaad. En daarbij moeten wij, vooral Suriname hoor, heeft heel veel zwaktes die wij moeten opvangen. Ik had het in mijn speech ook over de wet, EPIS. Dat heeft te maken met de privacyopheffing als het gaat om grensoverschrijding. Als je Suriname binnenkomt, zal op dat moment even voor het binnenkomen je privacy opgeheven worden. Want jullie hebben een vrij sterk privacyrecht hier. En zodat men kan zien wie binnenkomt, wat je bent en of je een gezochte bent. Dat missen we op Sanderij, ja, op onze luchthaven. We hebben alleen maar een registratie gewoon van die komt binnen. Precies. En verder niets. Iedereen loopt gewoon door. En, dan krijg je, je krijgt ook de grootste misdadigers hier. Dus met de EPIS-wet, ik hoop dat met assemblée en alles erbij we over 3-4 maanden het hebben. Dan zullen onze grenzen ook veiliger worden. Een belangrijk onderwerp dat ook op de agenda staat tijdens deze conferentie is de grensveiligheid. Suriname is een uitdaging als het gaat om grensveiligheid, omdat de grenzen openstaan voor illegale praktijken. En dat zegt korpschef Agnes Daniel. Elk land is tegenwoordig grensveiligheid een uitdaging. Zeker als je kijkt naar de dingen die zich globaal afspelen met betrekking tot drugs, wapens, maar nu ook een stukje terrorisme, mensenhandel, mensensmokkel. Alles en iedereen dat grenzen over moet om zich te verplaatsen, kan een uitdaging betekenen voor elk land voor wat betreft zijn of haar grenzen. Als we het bijvoorbeeld houden op wapensmokkel of mensensmokkel, als de security at the border minder is, niet is wat je zou moeten hebben in primaire opzichten, heb je alvast een breach daar. En dat dan heeft dan consequenties voor wat er in het land zal gebeuren, toch? En zo verder. Dus grensveiligheid is altijd een prioriteit. Maakt niet uit welk domein je bekijkt, de veiligheid van je grenzen is altijd een prioriteit. De 31ste Annual General Meeting and Conference of Caribbean Commissioners of Police zal 4 dagen duren. De top en aanhangers van de politieke partij Partjaya Luhur, PL, hebben gisteren in Dessa te Lelydorp officieel afscheid genomen van Raymond Sapoen en zijn groep. Honderden kwamen naar deze massameeting. De teruggeroepen parlementariërs Sapoen en Jidden kregen de gelegenheid om hun excuses aan te bieden en het volk dank te zeggen dat zij namens de partij hoge posities mochten bekleden. Deze twee heren waren niet op de bijeenkomst aanwezig. De vorige week van ons tekort geding rechter Mari Mettendaf dat het Centraal Hoofdstembureau moet voorzien in de vacatures die is ontstaan door de terugroepen van Raymond Sapoen en Diepe Kumar Jidden. De hoofdbestuursleden hebben flink afgegeven op de in ongenade gevallen Sapoen. U hoort enkele sprekers. De structuren van Wanika PL staan nog steeds pal achter de voorzitter, de heer Salam Somaharjo. De groep is zich groep de HVD. Heeft zich als een plek van PL en ondersteunt nu de coalitie. Dat de Michael legt uit. Zij behoren nog steeds van de partij te worden aan de andere kant van de oppositie. En het is goed om te weten dat Sapoen ooit eens onderminister was van het ministerie van Onderwijs in de hoedanigheid van NDP. Toen was hij lid van de PEN Dawalima en hij heeft daar een coup gepleegd en heeft toen de heer Somaharjo afgezet. Zie daar, de verrader. Sapoen was. Je bent alleen maar, naar huis gaan, Sapoen, je moet thuis blijven. En laat de PL met rust. We hebben allemaal samen het besluit genomen dat Amuswe, de Sapoen en groep, red je eigen partij op. Rot op. Likva, dat is het je Adam. Ik noem het Nangwa Apra. Van Apra Dibri. En hoe tijd je in je macht bedrieg. In je macht loop over en toch loop je over. En dan ga je opdonderen. En ik val dat het niet.
met de zweep van uw aanschijn zult gij uw brood verdienen. En gij mevrouw, met knarsende tanden zult gij kinderen baren. Zo zal die papoen, wat je ook doet, je komt niet meer in de politiek. Vanda, afschrijven. Voordat de voorzitter van de partij, Paul Solohardjo, het woord voerde, werden er opnames getoond van speeches van Sapoen en Mike Noursalim, de minister van Binnenlandse Zaken voor en na de verkiezingen. Sapoen zegt in een reactie over het feit dat hij de kroonprins van de PL werd genoemd, waarbij hij de partij over 2 jaren zou mogen overnemen, dat de voorzitter van de partij niemand als kroonprins erkent en altijd als statement heeft gehad, zonder Somaharjo geen Partijen Luhur. Sapoen blijft erbij dat zolang er geen officiële mededeling van de desbetreffende instanties komt, hij volksvertegenwoordiger blijft. Met de massameting is ook het start zijn gegeven van de Meet the People campagne van de PL. Sapoen heeft op 28 mei een bijeenkomst aan de Javaweg omtrent deze situatie. Mungo in het district Marowijne heeft vanaf vandaag een centrum voor informatie over de Maron-cultuur. Het Kibiwi Koni Research Center is gevestigd aan de Julianaweg in het gebouw van Timbe Art Studio. Na de speeches werd onder begeleiding van de 4 messengers het centrum officieel opengesteld. Kunstenaar Marcel Pinas is de initiatiefnemer van Kibiwi Koni. Hij heeft Donovan Prami aangewezen als de coördinator. Prami over het waarom van het centrum en de reden waarom hij benaderd is om dit centrum te leiden. Ja, het idee komt van Marcel Pinas, waarbij hij mij benaderd heeft om een Maron Research Center op te zetten. Waarom hij een Maron Research Center wilde opzetten is omdat vanwege de affiniteit die hij al heeft en ik als persoon ook heb met de Maron cultuur. En als ik mijzelf als voorbeeld mag geven waarom de Research Center is, omdat ik afstam van de Maron, maar ook weinig weet heb over de Maron cultuur. En ook de Maron geschiedenis. En daarom is het belangrijk. Er zijn ook vele anderen als mij in Suriname en ook buiten Suriname. En het is altijd nodig als je weet wat je cultuur is. Want je cultuur defineert wie je bent. En die mensen, of die wij als jongeren, moeten weten van waar we komen, wat de geschiedenis is. Omdat je dan op die manier dan sterker staat als mens. Dus het draagt bij aan de culturele waardering, de Research Center draagt dan daarbij. Maar ook behoud van de Maron-cultuur. Want de Maron-cultuur bevat zoveel mooie dingen die echt behouden moeten worden en niet verloren mag gaan. Want de Marons die hebben zo hard gewerkt om hun cultuur een plek te geven dat het kan bestaan. En als dat verloren gaat, is het zoveel zonde voor al die struggles en al die ontbering die ze hebben moeten doorstaan. Wat men hier krijgt te zien is echt alles van de Maron-cultuur. Natuurlijk zijn er afbakeningen. Hoe een topic tot stand komt, is dat we dan gaan kijken wat wil men. Dus we hebben nu wel een archief. En dat komt van partners dat we hebben, mensen die al bezig zijn met onderzoeken. Erasmus Universiteit, we hebben Alex en Thomas. Thomas Polymeer is een antropoloog, hij heeft al een tal van onderzoeken gedaan. Dus we krijgen dan archieven van hun. Nu hebben we archieven van hun. Maar in de toekomst gaan we dan projecten schrijven aan de hand van wat er vraag is. En wat we zien dat ook nodig is. Want natuurlijk, de Maron cultuur bevat zoveel. Dus we gaan niet alles in één keer kunnen doen. En maar aan de hand van waar er vraag is, gaan we dan projecten schrijven en dan lokale onderzoekers, want we hebben ook een taal van lokale onderzoekers, maar ook internationale onderzoekers die geïnteresseerd zijn in dat project. Want het is niet iets van de Maron alleen, maar zoals ik bij de inleiding aangaf, is het voor geheel Suriname, want het is een Surinaams cultuur. Dus we gaan dan gebruik maken van echt een aantal researchers om dan onderzoeken te doen. En zo zal ons archief dan tot stand komen en gaat dat uitbreiden. Aansluitend op de opening is er een seminar gehouden waarin verschillende sprekers aspecten van de Maron-cultuur hebben belicht. Er wordt er naartoe gewerkt om in de toekomst het onderzoekscentrum te transformeren tot een instituut. Leiders worden niet gemaakt in een crisisperiode, maar ontdekt. Dit omdat deze leiders de verantwoordelijkheid durven te nemen en oplossingsgericht denken. En dat zegt Dr. David Molapo, president van ICAN Leadership Institute Africa, tijdens de lezing Leiderschap in Crisis. Hierbij maakte het voor de leiders niet uit of het om de oppositie of coalitie gaat. Everything rises and falls on leadership. It is the responsibility of government to be transparent to people.
We can only do so much because of so much resources. And it is the responsibility of the people in conjunction with the government to also play their role. Remember, it takes two to tango. It cannot only be the government alone or the people alone. We've got to meet each other halfway. Yes, there's opposition. Opposition is good. But at the end of the day, after all the politicking, we've got to get Suriname to work. And both parties must come together, be realistic, because we have a future generation that we need to give hope to. Humphrey Bent van het Kennis- en Expertisecentrum Suriname KES is van mening dat er niet genoeg wordt geïnvesteerd in leiders. De samenleving bestaat merendeels uit volgers en de leiders in het machtscentrum willen niet overdragen. Hierin komt verandering, vooral nu er een samenwerking is beklonken met ICAN. Met deze samenwerking krijgt Suriname, in deze de KES, toegang tot trainingsmateriaal van de leiderschapsguru John Maxwell. Velen van ons vinden dat er een crisis is. Ja, er is een crisis. En iedereen schreeuwt dat in die crisis willen we leiderschap hebben. Maar ik probeer uit te leggen dat we wel leiders willen hebben, maar we investeren niet in leiders. Ik heb ook in mijn presentatie aangegeven hoe in feite leadership development ontwikkeld moet worden. Leadership development heb ik, ik heb een 15-tal hypothesen besproken waarbij ik duidelijk laat zien dat in feite vele organisaties hebben weinig notie van how to develop their leaders. Ze denken dat leiderschap ontwikkelen een kwestie is van stuur die man naar een instituut, laat hij een master of een MBA of een doctorandus titel halen of stuur hem naar, laat een training verzorgen. Maar leadership development is developing new behavior. Is het inbedden in een organisatie. Als je niet die cultuur hebt, als je niet een proces hebt van organizational development, developing a new culture, en je gaat mensen trainen en je gaat ze in een oude situatie gooien. Je hebt geen beheersinstrumenten, geen performance beoordelings. Je beloont het gewenste gedrag niet. Dan gaat het minder wortel schieten. Dat is wat ik probeerde aan te tonen. Een pleidooi voor meer leadership development, voor de toekomst, om de problemen te tackelen waarmee we nu zitten. En meer dat instrumentarium dat gegroepeerd ligt bij het onderdeel human resource management. Ondanks dat er veel geklaagd wordt door studenten over de gang van zaken bij de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur, AHKCO, zegt directeur Ashok Hirschveld dat de problemen van de studenten serieus worden genomen. Hij is bezig na te gaan hoe de academie op een hoger niveau te brengen. Studenten zijn vooral ontevreden over het proces van afstuderen, een tekort aan lokalen, geen praktijkruimte en geen apparatuur voor de praktijk. Ook het geven van cijfers door de docenten laat te lang op zich wachten. En het grootste zorgpunt is dat de academie geen eigen onderkomen heeft. De directeur geeft aan dat hij hieraan werkt. Studenten het afstuderen als een marteling zien. Alsof ze hoge koorts krijgen en allerlei visioenen zien. Dat ding zie ik. Men krijgt een soort koorts. Ik heb een keer zelf gezegd, hey, luister, als dat ding zo zwaar voor jullie is, schaf dan scripties af. Maar toen hoorde ik dat kan niet, want de Dublin-indicatoren vereisen dat je op een hbo-instelling een scriptie moet schrijven. Dus de zelfdiscipline, denk ik, speelt een rol. En natuurlijk, is eigenlijk zelfdiscipline. Het door willen zetten om het af te maken. Maar we hebben weinig last van docenten die dus hun job niet doen. Want dan kunnen ze klagen en dan pakken wij de docenten aan. Literatuur kan een probleem zijn, maar tegenwoordig vind je alles op internet. Dus we zouden het eigenlijk moeten bestuderen, maar naar mijn gevoel is men bang. Scriptievoorbereiding, waarin we studenten leren wat je moet doen als je met een scriptie gaat starten. En zo doen we constant pogingen om dus dat deel van de studie makkelijker te maken voor de studenten. Maar niet dat het docenten zijn die zich misdragen. En vaak ook de omstandigheden, er is geen literatuur, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het gaat vaak ook om mensen die al een gezin hebben, die al werken. Dus ze kunnen de tijd niet vrijmaken waarschijnlijk. Dus we moeten het even nauwkeurig gaan bekijken. Hoe serieus neemt u de klachten van de studenten? Heel serieus. Want we hebben zelf bij
sociaal-cultureel vormingswerk, een vak scriptievoorbereiding. En dan worden studenten helemaal geïntroduceerd in het scriptiegebeuren. Dus we nemen ze serieus. We hebben vak studieloopbaanbegeleiding. Dat is vanaf het eerste jaar dat we studenten blijven volgen. En we gaan dat allemaal uitbouwen. Afgelopen zaterdag, bij de viering van het 35-jarig bestaan van de academie, heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Veneu, beloofd dat de academie binnenkort een eigen gebouw zal krijgen. Het zal een gebouw zijn dat voldoet aan de eisen en daarmee kan de opleiding ook verder uitgebreid worden. Ten aanzien van de inrichting van de Hoger Kunstacademie en het gebouw, meneer Jeschap, ik geef u taak met uw staf. Schrijft u een goed project. En dan ga ik kijken met de ESDB om een nieuw gebouw voor jullie op te zetten. De ESDB heeft me nog laatste vraag welke andere projecten ik had. En de Hogere Kunstacademie was ook in mijn hoofd, maar ik zeg, ik kon ze het nog niet zeggen. Als ik nog niet met de directeur had gesproken. Dus directeur, schrijf je een goed project en laten we ook direct meenemen. Ik zal intussen ook het verzoek doen naar ROGB voor een groot terrein voor de Hoger Kunstacademie op zichzelf. En laten we dan ook gaan bestuderen welke andere richtingen en studio we gaan aanbieden. En welke andere namen zullen we verdenken voor de Hoger Kunstacademie. Hirschfeld is tevreden met de belofte van de bewindsman. Maar een ander probleem is dat er nog geen perceel is voor de bouw. En ik ben heel content met de speech van de minister, waarin bepaalde zaken zijn bestendig, waarover het al in het verleden gehad hebben, we hebben vaker gesproken. En op basis daarvan heb ik aantekeningen gemaakt. Ik ga die volgende week uitwerken en aan de slag, zodat ten aanzien van het gebouw hij gelijk heeft. Schrijf eerst het project, maak het hard en hij gaat dan verder zijn best doen om te kijken hoe de financiering kan komen. Is er al een personeel? Nee, nog niet. Maar dat gaat moeten komen, Suriname is een groot land. Heeft u al ergens in beeld? Nee, nog niet. Eigenlijk had ik in beeld het universiteitscomplex. Daarachter waar Selos is, heb je veel weilanden. En ik dacht misschien zou het daar kunnen. Maar ik weet niet hoe dat in de praktijk zal uitwerken. Wat het ROGB zegt, wat het ministerie van Onderwijs zegt. Dus ik weet niet hoe dat zit. AHKCO telt drie opleidingen, namelijk journalistiek, beeldende kunst en sociaal-culturele vorming. En dit was het Nationaal Nieuws. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.